5 camera's, 4 smartphones, Android One. Nokia pakt flink uit op het Mobile Congress met liefst 4 nieuwe smartphones. In deze video neem ik er 3 vast met je door. Dat zijn de Nokia 9, de Nokia 4.2 en de Nokia 3.2. Op een beursvloer vol opvouwbare smartphones en 5G toestellen is deze Nokia 9 die het meest weet te imponeren. Dit toestel heeft namelijk technologie waar je nu al wat aan hebt, in tegenstelling tot technologie die over een paar jaar pas nuttig is. Achterop het toestel zitten 5 camera's waar je echt hele mooie foto's mee weet te maken. Andere fabrikanten pakken uit met groothoeklenzen, telefotolenzen en andere gimmicks, maar Nokia doet het anders. Achterop dit toestel zitten 5 lenzen van ieder 12 megapixel. 2 zijn kleurenlenzen, 3 zijn zwart-wit lenzen. Ze hebben allemaal een diafragma van 1.8 en samen wordt het beeld gecombineerd tot 1 hele mooie foto. Hoe werkt dat dan precies? Nou, die 5 lenzen maken allemaal tegelijkertijd een foto. Ze zijn allemaal net iets anders ingesteld, waardoor ze allemaal net andere foto's maken. Zo is er 1 lens heel erg overbelicht, terwijl een ander juist heel erg onderbelicht is. Het beeld wordt vervolgens 1 grote 60 megapixel foto, dat wordt samengeperst tot 1 gewone 12 megapixel foto. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het zorgt ervoor dat je mooiere en natuurlijkere foto's maakt met beter licht. Maak je op je gewone smartphone een foto, dan moet je echt focussen op 1 deel van het licht. Maak je bijvoorbeeld een foto van de grond, dan is de lucht overbelicht. Focus je dan weer op de lucht, dan is de grond weer donker. De Nokia 9 pakt licht van alle kanten en daardoor heb je een foto met licht dat overal goed zit. Omdat de Nokia 9 zoveel camera's heeft, maak je foto's met een groot dynamisch bereik. Dat zorgt voor hele goede belichting en HDR-stijl foto's die heel mooi eruit zien. Bovendien is er een pro-camera-app waarmee je van alles, van de sluitertijd tot de ISO-waarde nog kunt aanpassen. Je kunt de foto's zelfs opslaan als RAW-bestand, zodat je ze achteraf makkelijker kunt bewerken. De Nokia 9 is verder nog uitgerust met specificaties die perfect bij een vrachtschip passen. Zo heeft het toestel een Snapdragon 845 chip met 6 GB werkgeheugen. Voorop zit ook nog een hele goede selfie-camera en het toestel heeft standaard 128 GB opslagruimte. En, zoals we van Nokia gewend zijn, zijn ze ook heel goed met updates. Nokia garandeert maandelijkse beveiligingsupdates en 2 jaar lang grotere updates. Het mooiste deel, het toestel kost maar €599, uitzonderlijk laag voor een toestel met zo'n goede camera. Ook is er nog de Nokia 3.2 en de Nokia 4.2. 2 toestellen met een hele scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. De Nokia 3.2 kost €149, de Nokia 4.2 krijg je voor €199. Voor die prijs krijg je toestellen met een heel mooi design. Er zitten een paar nieuwe features op. Aan de linkerzijkant vind je een Google Assistant knop. Aan de rechterzijkant zit een power knop met voor het eerst een notificatielampje erin gebouwd. Vooral de afwerking van de Nokia 4.2 vind ik echt heel mooi. Zo'n mooi budgettoestel zie je nog maar zelden. Achterop zit een dubbele camera van 13 en 2 megapixel. Die tweede camera is een dieptesensor die wordt gebruikt voor een bokeh effect. Het toestel heeft bovendien een lekker groot 5,7 inch scherm. De Nokia 3.2 is juist goedkoper, maar opvallend genoeg heeft hij wel een groter scherm van 6,2 inch. Achterop vind je maar een enkele 13 megapixel camera. De hardware is iets minder krachtig, maar de accu is juist iets groter. Die heeft een capaciteit van 4000 mAh, genoeg om een 2 dagen zonder oplader te gebruiken. Wil je meer weten over deze nieuwe Nokia smartphones? Kijk dan op www.androidplanet.nl. Daar vind je niet alleen een uitgebreide preview, maar ook de laagste prijzen en het laatste nieuws. Wil je bovendien meer video's van Mobile World Congress? Abonneer je dan even op het YouTube kanaal en geef ons een like omhoog.